What up, peeps? Leuk dat je kijkt naar de livestream van Punch Out Bernos. Zoals je ziet ben ik met Mitch. We gaan zo een live Q&A doen. Dat betekent dat jullie alle vragen die jullie hebben mogen stellen. Nou ja, alle vragen. We gaan proberen het over alles te hebben. Natuurlijk proberen we nog wat private dingen privé te houden. Vraag niet, je hebt toch hoe ze teksten gaan. Wat heb je in de tweede ronde? Mitch, ten eerste, hoe gaat het? Hoe voel je je? Ja, gaat gewoon goed. Ja, volgende ronde komt eraan. Je bent eigenlijk lach ik eruit. Ja, niet zo lang geleden zeg maar gehoord dat je eigenlijk nog een ronde erin gaat. Ja. Hoe voelde dat voor jou toen je dat hoorde? Ja, het voelde heel raar. Ik dacht eerst dat het een grapje was. Want ik zei, maar nee. Je dacht de organisatie gooit een prank op. Ja, gewoon een prank om binnenkort weer checken. Nee, maar... dus ik dacht wel eerst van, wel kort schrijf, maar ik zei eigenlijk gewoon meteen van, ja man, we gaan het gewoon doen. Ja, okay. Moet toch een battle staan en moet toch wel kunnen. Oké, okay. En wat kunnen wij dan zeg maar gaan verwachten? Ja, sowieso kortere rondes dan normaal. Normaal doe ik 3x90, nu doen we 3x60. Gewoon de match zoals je het al kent, gewoon, ik ga wel mijn ding doen. Oké, duidelijk. Het is dus zo dat jullie dadelijk allemaal vragen mogen sturen. Of dadelijk nu al gewoon hier beneden in de comments. Stel je vragen. Ik krijg ze binnen via mijn magic phone. En dan stel ik de vragen door aan Mitch wanneer ze binnenkomen. Waar ik het eigenlijk heel even met jou over wil hebben. Ik denk dat deze vragen waarschijnlijk ook heel vaak gaat komen. Omdat mensen zeggen heel vaak in de comments. En van het lijkt soms alsof de battle niet tegen Mitch is. Ik denk dat je weet waar ik het over heb. Ja, ik denk dat ik het wel weet. Ze hebben heel vaak bijvoorbeeld over je vriendin. Is dat iets wat jou soms misschien belet om te gaan battelen? Dat je dan zoiets hebt van, ja, ik weet niet of ik... Nee. Je gewoon sterk genoeg om... Het belet mij niet sowieso. Ik denk niet dat het een heel groot struikelblok voor mijn vriendin is. Ik denk dat ze het niet heel erg vindt. Ik weet ook dat ze het niet heel erg vindt. Ik denk dat ik het vervelender vind... dan mijn vriendin. Ik vind het ook niet vervelend. Okay. Maar zeg maar, ik vind het totaal niet vervelend, maar vervelender dan mijn vriendin. Het is heel lastig uit te leggen, weet je wel. Ik bedoel er meer mee te zeggen dat zij er totaal geen last van heeft en dat ik af en toe denk van, ja, weet je, moet het nou, maar... Ja, weet je, ze moeten lekker doen wat ze willen en... Het lijkt me vooral wel op dat moment zelf dan best wel. Bijvoorbeeld in die vorige battle, de laatste battle die je dan had gehad. Dan zie je echt dat je er ook echt zo voor gaat staan van, nee vriend. Ja, maar je kan best over mijn vriendin hebben, maar je moet niet proberen mijn vriendin aan te gaan kijken of zo. Dat soort dingen kan je gewoon beter laten. Ik bedoel, je bettelt mij. En prima, ik bedoel, ik bettel ook over iemands moeder. Zal wat zijn als iemands moeder het podium optrekt van, dit ga ik zeggen over jouw moeder. Nee, gewoon je bettelt tegen mij en als je iets over mijn vriendin wil zeggen over mijn ouders, prima. Maar je hoeft niet iemand in zijn gezicht aan te kijken. Diegene kiest er niet zelf voor, ik kies ervoor. Best wat over ze zeggen als je daar behoefte aan hebt. Dat doet gewoon in mijn gezicht. Okay. Nou hoor je ook dat heel veel mensen het vaak hebben over of er een grens moet zijn over waar er over gebed moet gaan. Ja, je moet niet hebben over iemands overleden moeder of ik heb geen grens. Nee hoor. Zomaar echt. Ja, van alles goed gewoon. Ja, zomaar weinig overlijdingsactes. Ja hoor, doe maar. Doe maar, maak je niet gek. En als ik al bij jou ben, dan doe ik het ook. Oké. Want dat is wel iets wat zeg maar toch wel speelt onderling. Wat vind jij ervan dat die discussie er is? Ik snap het wel. Ik snap dat de discussie er is, maar het is aan de ene kant is het ook wel kinderachtig hoor. Bijvoorbeeld als een popjongen het doet, is het een heel groot probleem, hè? Want hij is klein en knullig, dan kan het niet. Maar als je Stef bent en je bent rond de 1,85 en je bent publieksfavoriet, dan kan je precies dezelfde scheme met precies dezelfde boodschap kan je wel doen. Okay. Dus maar is dat ook iets wat je merkt gewoon? Ja, dat is zo. Popjohn wordt zwaar gehaat om wat hij heeft gedaan bij Newsy. Hmm. En als je kijkt wat Stef heeft gedaan bij Insano, vind ik persoonlijk, is een persoonlijke mening, het ging een stukje verder. De rondes waren ook langer, hij ging er ook langer over door. Maar dat vindt helemaal niemand erg. Je ziet wel iedereen zo staan, maar je ziet ook iedereen juichen. Het ligt gewoon puur aan de persoon en als zo'n klein bol mannetje doet, komt gewoon niet heel geloofwaardig over.
Okay. En ik denk dat daar mensen meer over struikelen. Om wie het doet, niet omdat het gedaan wordt. Wat er gedaan wordt. Nee, ik denk dat denk je dat mensen nog over jou gaan struikelen? Om dat je nog gekke dingen in gedachten hebt? Dat zou zomaar kunnen. Dit zou zomaar. Zouden zomaar mensen niet leuk kunnen vinden? Oké. Okay. Zou zomaar kunnen. Even kijken, er komen al wat dingen binnen. Navin Gajada, ik hoop echt dat ik die naam goed uitspreek. Ja, dat is die lachhyena. Yo Mitch, je hebt maar een maand voorbereidingstijd gehad. Is dat niet te weinig? Sterker nog, ik heb maar 3 weken voorbereidingstijd gehad. Oké. Okay. Is dat te weinig? Ik denk als je hard werkt, je best doet, elke dag schrijft, dan kan je binnen 1,5 week klaar zijn. Dus heb je nog 1,5 week om te leren. Oké. Okay. In ieder geval, zo heb ik het ongeveer een beetje gedaan. Maar is dat hoe je het dan eigenlijk bij alle bent? Nee. Want hoe lang? Normaal hebben we het ongeveer 2 maanden. Dan ga ik echt een maand schrijven en een maand leren. Oké. Okay. En dan op het laatste moment heb ik wel, dat ik denk, nou, ik heb nu iets nieuws. Dan doe ik gewoon mijn eerste scheme of mijn eerste grap weg. En dan voeg ik dit nieuwe toe. Okay. Maar meestal neem ik een maand voorbereiden, een maand schrijven. En nu is het 1,5 week schrijven, 1,5 week voorbereiden. Oké, okay. En je bang dat het misschien... Weet je, je kan het altijd opfokken. Mijn battle tegen Mon had ik heel veel tijd in de voorbereiding. In mijn auditie had ik heel veel tijd in de voorbereiding. Had ik ook 2 chokejes. Ja, weet je, kan gewoon altijd gebeuren. Soms heb je een lijn, dan denk je, nou die is crickets. En dan gaat de hele zaal los. Ja, ja, ja. En dan denk je, huh? Oh fuck. Wat was mijn tekst? Ja. Kan je altijd hebben. Maar ik ga er niet vanuit. Ik ga er gewoon vanuit dat ik er sta met 3 hele rondes. Ja, als dat gebeurt, dan met tot 10, jongens. Het spijt me. Ja, dan met tot 10. Ja, okay, even kijken. Jordi Meijer, die zegt, big up Mitch. En die zegt, wanneer ga je nou die pokus op zijn beats maken? Wie? Jordi Meijer. Jordi Meijer op zijn beats? Hij zegt, maak die pokus op mijn beats even af dan. Dat zou best kunnen, man. Dat nou, Jordi, volgens mij heb je beats geen indrukken. Ja, jawel, joh. Ik heb 3 beatmakers nu op het moment. Die beats voor me maken. En ik ben echt ook druk bezig met een EP. Het wordt iets als geen woorden maar daden. Maar ik zou er eigenlijk aan gaan beginnen. Maar toen kreeg ik in 1 keer Giant. Ik heb nu Waldo voor het volgende event. Oké. Oh shit, spoilers. Ik weet niet eens of ik dit mag zeggen trouwens. Dit hoor je alleen op de livestream. Dit hoor je alleen op de livestream. Cut dit. We gaan dit later wegpiepen gewoon. Stel als ik dan doorga, dan heb ik ook nog misschien wel een finale tegen Jeeves of Nick Fame. Ja man, die battles die pakken ook tijd. Ja. Is het moeilijk dat te balanceren, eigen muziek? Ja, want je schrijft heel anders. Ik heb nu wel al 4 nummers af, okay. Dus ik wil gaan tot 9 of 10, maar je schrijft ook heel anders, je schrijft hier heel chockerend, met mijn nummers wil ik een heel andere boodschap meegeven, wil ik juist meer levenslessen en als je dan ene moment iemands moeder lyricaal staat te verkrachten en op het andere moment levenslessen staat uit te kramen, is gewoon moeilijk om dat te combineren. Ja, je moet wel eigenlijk de muziek die soort van past bij wat mensen van je verwachten ofzo. En misschien wil je dat soms gewoon doen. Ja, ook, maar ook gewoon, je doet het opposites van elkaar. Het is moeilijk om ineens schrijf je een 16 boos en dan schrijf je een 16 over wat je wel moet doen en niet moet doen. Nee. Dat matcht gewoon niet. Oké, even kijken. Mike Salome die vraagt: gebruik je oppeppers voor het optreden? Oppeppers qua drugs? Dat is een vraag, man. Nou, ik kan jullie nu al zeggen: ik doe al mijn hele leven aan sport. Dus ik rook niet, ik drink niet, ik blow niet, ik gebruik geen drugs. Ik heb ook van allen nooit gedaan en nooit geprobeerd. Een saaie boy. Okay. Ik denk dat de vraag meer is van waar komt al die hype-ness van? Oh, voor die hype? Ja, dat zit gewoon in mij, denk ik. Just born this way. Okay. Ja, ik denk het wel. Even kijken. Adam L. die zegt, maak je veel kans tegen Giant, denk je? Ja, denk ik wel. Ja, 50-50 gewoon. Nou ja, ik denk, Giant en ik hebben sowieso even veel battles gedaan. Even veel gewonnen, even veel verloren. Okay. Dus... qua de judgment zit hij altijd maar een klein stukje hoger dan ik. Dat scheelt echt met zo'n 0,034%, weet je wel. Ja. Dus qua dat zitten we bij elkaar. We hebben alle 2 dezelfde handicap dat we kort tijd hebben.
Dus ik denk nu, wie het meest gedreven is en wie het meest tijd erin stopt, die gaat hem gewoon pakken. En als, ik ben niet de beste MC, maar ik ben wel super gedreven. Oké, tijdelijk. Even kijken, er komen heel veel andere vragen nog binnen. Jari Verrijken, die zegt, hoe ga je Giant klein laten lijken voor het publiek? Ja. Moet je sexy Belg. Sexy Belg, what the fuck? Ja. Heel veel mensen zeggen, je moet gewoon beter als Giant zijn en hem outshinen. En dan dimt hij wel in. Kijk, ja, ik ga het gewoon op mijn eigen manier doen. Ik kan daar niet te veel. Ja, natuurlijk niet. Kan niet te veel spoileren. Weet je wel, misschien zit hij ook te kijken in de trein gewoon. Oké, hoe ga je dat doen inderdaad? Ja, oké. Even kijken, we gaan nog een vraag pakken hier. Heb je nog wel die kill vibe? Je ging eerst niet door en nu wel? Ja. Je zou denken dat vind je jammer of zo. Juist wel. Nee, ik extra kill. Daarom juist me meer bewijs, want iedereen gaat zeggen van ja, je bent alleen maar toren met andere afzijden en. Ja, en dat zal Giant ook hebben. Daardoor ben je alleen maar nog meer gedreven. En van oké, ik sta hier niet om mijn tijd te verklummelen. Ik sta hier gewoon om echt gewoon te killen. Nee, ik ben sowieso gedreven, anders zou ik het niet doen. Anders had ik wel gezegd van, als ik niet gedreven zou zijn voor Giant, dan zou ik wel zeggen, ik had dit niet verwacht. Te weinig tijd, ik doe het niet. Ja, je hebt genoeg redenen om nee te kunnen zeggen. Om nee te kunnen zeggen. Als dat nodig was. Dus ik doe het gewoon en dan moet je er ook 100% voor gaan. Oké. Dan vraagt Jordi Meijer, stel dat je doorgaat, wie verwacht je dan in de finale te moeten slachten? Oh, af en toe slachten, weet ik niet. Laten we dat wel even stellen. Zijn woorden. Ja, kijk, dat is moeilijk. Kijk, en Nick Veen is mijn 2v2 maat, die ken ik ook heel goed. Jeeves vind ik een hele goede dope MC. Ik denk, als het erop aankomt, dat Jeeves hem wel gaat pakken van Nick V. Okay. Sorry Nick, no hate. Ben mijn mattie, maar als we eerlijk gaan zijn, denk ik dat Jeeves hem pakt. Oké. En je denkt natuurlijk dat je hem zelf gaat pakken van Giant. Ik denk dat ik niet bettelen. Ik denk dat ik win. Dus ja, de finale wordt voor jou Mitch Jeeves. Ik dacht niet dat ik hem van Koos zou winnen. Maar ik dacht gewoon, ja, ik heb hem ingeschreven, dus nu moet ik gewoon op mijn mannetje staan en incasseren als een fan. Ja. Dus nee, maar ik denk wel dat ik zeker een kans heb om Giant te pakken. Okay. Ene Hudaiva van Deun die zegt, Mitch is onterecht een halve finalist. Had veel liever Noozy hier zien staan. Ja, weet je. Ik zie niet in waar de vraag is. Ik niet. Weet je, ik denk dat je niet zo trots op Noozy moet zijn, maar eerder teleurgesteld. Ik bedoel, ik heb al van Noozy gewonnen, dus ik weet niet waar hij zijn ding op baseert. Dus nee, maar Noozy die choke nog te veel, is nog te onzeker. Hij durft de tegenstander niet eens in de ogen aan te kijken. Dat is allemaal mijn mening, hè? Wat je er zelf van vindt, moet je zelf weten. Nee, ik denk dat Noozy misschien nog niet eens klaar was voor de laatste 16. Dat hij beter nog een jaartje had kunnen wachten. En op het moment dat hij helemaal opgeladen was, dat dan had kunnen doen. Oké. Diezelfde Hudaiva die vraagt, is ietsje ooit kwaad geworden of droevig na een event? Nee, nooit. Mag je een leugendetector op mijn hand vragen? Nooit. Oké, ze is wel game eigenlijk. Hoe doe je dat? Dus dat ze zeg maar het wel cool vindt. Ja, maar ze weet ook dat het gewoon allemaal, het is allemaal part of the show of zo. Ja. Ik sta ook iemands moeder te beledigen. Ja. Maar aan de ene kant, jij hebt je ingeschreven natuurlijk, zij niet. Dus. Ja. Ja, ik had ook me nooit ingeschreven. Trouwens, Ietje heeft mij ingeschreven, weet heel veel. Oh, shit. Weet heel veel niet. Maar nee, Ietje, ik zei altijd van, wat hun doen, dat kan ik ook. Ja, maar je doet het niet. Ja, maar ik kan het wel. Ja, dan moet je inschrijven. Ja, ik weet niet hoe dat werkt, weet je wel. Dus ik dacht, zo kom ik een beetje onderuit. En toen heb zij me ingeschreven. Okay. Toen kreeg ik gewoon een e-mail van, dan is het event. Oké. En ooit spijt van gehad? Nee, want ik kijk al sinds heel jong hierna. Al vanaf het begin. De Jordi Meijer, dat was die boy van die beat. Hij zegt, ik ben Lurdy, man. Oh! Nice, man, bro. Ja, zie je, nu kent hij je wel, jongen. Hij maakt echt dope beats, trouwens. Oké. Dikke S van jou. Toch wel, zie je. Oké, Wesley Kruijt, die zegt, wie van POB vind je het hardst? All time. Ja. Ja, heel veel mensen die gaan altijd in billen van die next, van die old gens. Ik vind veel new gens veel beter dan de old gens. Ik had al gezegd. Ik vind, ik ga het gewoon zeggen, ik vind Keus echt het doopste. Ik vind Keus ook doper dan Stef. Dus kom maar met je argumenten. Ik vind de eerste Keus de doopste.
Oké. Dus je wil gewoon dat mensen nu gewoon met jou in discussie gaan? Dat mag, dat mag. Ben je het niet met hem eens, hè? Dan gooi je iets in de make comments beneden. Dus eerste keus, all time ja, best. Gewoon. Zeker. Okay. Vooral met zijn laatste shit tegen mij meegerekend. Oké. Navin die vraagt, hey Mitch, ben je nog boos op Prilek? Was jij boos op Prilek? Ik ben niet echt boos op Prilek geweest, dat is heel erg opgeblazen. Oh, ik wil helemaal weten waar dit aan gaat. Nee, valt echt mee. ik vond dat Prilek de hoge plaats stond op de lijst. De hij staat boven mij. Ja. En ik had gezegd, ik vind dat je nog goede battle hebt gedaan, maar je staat niet op je plek. Je hoort onder mij. Ja. En dat is helemaal boek gedaan, maar ik heb niks met Prilek. Sterker nog, ik ging door, terwijl niemand dat verwacht had. De eerste die mij persoonlijk belde, was Prilek. Hey, gefeliciteerd Mitch, je hebt het echt verdiend. Ook geappt zelfs. Dus nee, Prilek en ik gaan gewoon goed. Prilek, ik heb zelfs bij mij opgenomen thuis. Nee man, ik ga gewoon goed met Prilek. En dan Mitch versus Prilek? Ja, is al gebeurd toch, 2-2. Oh ja, maar ik bedoel een op één. Hij redde het al niet eens met zacht. Laat staan, hè. Oh, shots fired. Onder de gordel. Oh shit. Nee, ik had ook hulp, hè, met Nick V. Laten we dat niet vergeten. De Veen heeft ook hard gewerkt voor die. Ali Al-Karki, die vraagt, wie vind je de wekste? De wekste? Symmetric. Hoef ik niet eens over na te denken. Lekker, die kan wel heel snel. Lekker oprotten, Symmetric, echt waar. Oké, die man is zo net. Die is zo net. Beargumenteer dat even. Nou, kijk, weet je, dat je net bent, dat is niet erg. Dat was ik ook in mijn eerste 2-3 battles. Vond ik zelf. Maar ik wist dat van mezelf. En ik weet, oké, ik ben nu nog niet waar ik moet zijn. En dit en dit en dit moet ik verbeteren. En kijk, ik kom altijd wel heel zelfverzekerd over. Hè, van, ik ben de beste omdat ik schreeuw. Maar dat is gewoon, je moet daar wel je mannetje staan. Ja. Ook al heb je wel goede tekst of niet goede tekst, je moet wel je man staan. Dat is gewoon, maar, when the show is on. Ja, dan moet je het gewoon doen. Maar ik heb nooit van mezelf gedacht van, ik heb die verslagen en ik ben beter dan die en ik ben beter dan die. Maar elk event vraagt hij een main event. Hij kwam van het podium af met Giant in the Judgment. Ja, ik heb echt van Giant gewonnen hoor. 2-1. Mm-hmm. Hij heeft niet eens door dat hij verliest en dat hij niet zo goed is. Dus dan is er ook geen verdere ontwikkeling voor groei, zeg maar. En dan vind ik je echt slecht. Als je al slecht bent en je hebt dat niet door, dan ben je echt kut. Ja, ben je nog kutter dan je bent. Niet beter ga je ook niet beter worden. Okay. Er zijn al mensen die het niet met je eens zijn, zo te zien. Dat kan. Iemand zegt, dus je denkt dat Keus zelfs van Menace zou winnen? Ja, zeker. In de finale dingen, zeg maar. Keus wint van Menace. Maar moet ik zeggen, als je aan mij vraagt, wie is je op de tweede plek, je favoriet, dan staat Menace daar. Oké. En de derde plek, Stef. Oké, dus Keus staat boven Menace. Wel boven Menace. Okay. En dan kunnen jullie zeggen, ja, maar dat is alleen omdat je van hem verloren hebt. Nee, dat is niet alleen omdat ik van hem verloren heb. Dat is gewoon puur mijn smaak. Oké. Ik hoor van mensen in de comments dat ze problemen hebben met de camera. De camera is gedraaid. We hebben een liggende setting. Omdat, je weet toch, liggend. Dus ik weet niet of jullie, als jullie op de computer aan het kijken zijn, en het is niet recht dat je het kan zien. Laat het ons even weten, dan kunnen we even kijken. Of doe gewoon je ogen dicht en luister. Dan heb je geen last van. Laat me even weten hoe jullie die cam zien ofzo. Dan kan ik het even doorgeven aan de producers. We hebben een producers team daarachter. Dan kunnen ze het even voor jullie fixen. Team man sterk. Laat me even weten, je toch, how I can please you guys. In de tussentijd gaan we door met nog wat vragen. Jeremiah, die zegt, wie zijn je matties binnen POB en wie zijn dat totaal niet? Zullen we Jera en Kaas sowieso mijn mattie. Die je vraagt. Ja, toch? Ja, hij is sowieso mijn mattie. Hij is laatst ook bij mij thuis geweest, hebben we opgenomen. Videoclip komt hopelijk over een maand. We hebben ook een clip opgenomen, dus dat is meteen een mooie promo. Gelijk promotion. Ja, ik ga gewoon... Er zijn maar 3 mensen waar ik niet mee praat. Oké. Mag ik weten wie dat is? Mag er één van weten. Is het Symmetric toevallig? Nee. Ik doe wel gewoon normaal tegen Symmetric, want het is wel gewoon een aardige guy, zeg maar. Nee, ik praat niet met Popjorn. Oh, dat heeft niks te maken met zijn battles, heb gewoon te maken met hemzelf. Ik vind het gewoon naar raad. Je mag hem niet gaan. Nee, ik mag hem niet. Dus daar heb ik geen boodschap aan hem.
Iemand zegt, heb je sinds, Adam L. die vraagt, heb je sinds de battle met Kippie veel haat? Nou, best wel heel grappig. Op het internet wel. Ja, ik word helemaal doodgewenst. En mijn moeder en mijn vader, ja, okay. Ik word helemaal doodgewenst. Maar op straat is dat juist de battle waar ik het meeste liefde van krijg. Okay. Dat kwam ook na die battle. Die battle was echt een week online. En er kwam een hele grote moker naar me toe. Een Marokkaanse jongen, echt helemaal gespierd, helemaal groot. En die, hey Max! Dus ik denk, oh, oké, er gaat nu wat gebeuren. Ik moet jou hier hebben. Dus ik loop naar hem toe. Ik zeg, wat is er aan de hand? Ja, toch die battle met Kippie? Ik zeg, ja. Hij zegt, met die theedoek toch? Ja, ja, dat vond je grappig toch? Ik zeg, ja, ik vond het grappig. Hij zegt, ik vond het ook grappig, man. Dat is keihard. Dus over het algemeen krijg ik er gewoon echt leuke reacties op straat. Heb je wel eens van mensen de reactie gehad van zo wat je daar hebt gezegd? Nog, ja, op het internet. Maar nooit in mijn face. Altijd willen mensen met me op de foto even praten. Nee, altijd leuke reacties. Oké. Ali Alkarki die vraagt, Giant of QC? Ja, dat is heel makkelijk. Dat heeft niks met ze qua persoon te maken. Maar QC die gaat heel veel... Hoe zeg je dat? Veel views opleveren, veel bekendheid. Dat is ook de enige reden waarom ik Kopstad heb gebatteld. Okay. Omdat ik gewoon dacht, hij pakt veel views, dat doe ik niet. Laat me hem battelen. Want dan pak ik ook een beetje views. Okay. Dus ja, ik zou QC dan battelen. Okay. En ze lijken toch op elkaar, dus. En als je dan zou moeten kiezen op skills, dat je denkt van oké, wie vind je de betere battle rapper? QC qua techniek, maar Giant qua grapjes. Oké. Okay. Dus Giant is grappiger dan QC. Dus technischer. Okay. Dus dan denk ik Giant. Want ik hou van een grappige battle. Dat is niet zo technisch. Persoonlijk. Okay. Jij bent van jokes over bars. Ja, 100%. Ja? Ja, ik kan geen bars schrijven, dus dat is makkelijk. Dat is ook een discussie wat je wel heel vaak hoort. Ja. Vooral in de comments inderdaad. Dat mensen zeggen van ja, bijvoorbeeld bij Stef hoor je dat vaak van ja. En ja, hij doet alleen maar grapjes en een verkanker. En disrespect. Ja, ja, ja. Ja. En ja, andere mensen die schrijven hele Noah G schemes. Ja, ja, ik ben sowieso geen fan van Noah G. Alsjeblieft, nu niet boos worden. Hou excellent er ook buiten, weet je wel. Maak je rust. Is dat waar? Ja, ik weet niet of dat waar is, maar... Nee, maar ja, ik hou wel juist van het grove. En de grapjes die net even onder de gordel gaan. Maar ja, dat is gewoon persoonlijke dingen. Oké. Even kijken. Tim Stoffer die zegt, wat vind je van EZG's nieuwe nummer? Ja, ik vind keihard. Ik heb gisteren gecheckt. Keihard. Iets van sportschoenen en capuchons of zo. Even uit mijn hoofd gezegd heet het nieuwe nummer. Ja, zoiets volgens mij. Ja, gewoon dope man. Lekker man. EZG is goed bezig gewoon. Top. Oké. Navin die vraagt, Mitch, ga je weer dezelfde stijl aanhouden? Bij Keus werkte het niet en Giant is ook laid back. Nou, hij bedoelt dat boze. Ja, gewoon dat. Kan niks anders, het is gewoon mis. Ja. Zo ben ik. Nou ja, ik bedoel, ik ben niet altijd zo boos, maar... ja, gewoon in een ring ben ik zo. Nee, dat kan ik niet en wil ik niet aanpassen. Oké. Maar heb je op het moment dat je over iemand of voor iemand gaat schrijven, dat je zoiets zegt van, nou, dit is zo'n soort battle rapper, dus ik ga zo en zo doen? Ja. Of doe je altijd gewoon je eigen ding, ongeacht... Nee. Ik sowieso heb ik wel aanpassingen. Zoals tegen Vito doe ik juist de eerste ronde of hij alleen maar schreeuwt. Dan zeg ik ook van iedereen wordt doof van jou, terwijl ik net zo hard schreeuw, misschien nog wel harder dan hem. Ja, ja, dus nee, ik ben daar wel bewust mee bezig. Wat is die battle MC, wat doet hij en waar kan ik hem op pakken? Ook al doe ik het zelf. Duidelijk. Wesley van Beukering die zegt, wie vind jij de beste nieuwkomer in de league? In de league, maar is dat van welke next gen? Dus van de nieuwste next gen? Denk het. Dat denk ik wel. Ja. Ja, dat weet ik, hoef ik ook niet over na te denken trouwens. Denk ik wel, maar hoef ik niet over na te denken. Jensel Kroppen. Ja? Ja. Ja, maar ook? Ja, ik vind hem gewoon heel humoristisch. Hij doet iets wat nog niemand doet. Hij schrijft heel spoken word achter. Ik weet niet of ik het goed zeg. Spoken word achter. Ja, maar ik kan er echt heel erg om lachen. Het is juist een heel erg opposite van mij. Dus misschien verwacht je niet dat ik het tof vind, maar dat ik vind hem de tofste. Kunnen we dan zeg maar in het nieuwe seizoen een Mitch Jensel? Zou zomaar kunnen. Een hele rare battle, maar zou zomaar kunnen. Dit zou me wel een hele
gedicht versus geschreeuw of zo. Ah, misschien ga ik hem wel spoken word, jongen. Misschien ga je gewoon gedicht en ga wij wel schreeuwen, je weet het. Oké. Frederico Fernandez die zegt: Mitch, kan je een freestyle droppen over je ontbijt? Over mijn ontbijt? Een freestyle. 6 bars over je ontbijt. Ja, dat kan ik wel doen. Vanochtend opgestaan, dat mogen jullie gerust weten. Geen ontbijt op bed, ik heb niet normaal gegeten, want we gingen naar de Mackey. Daarna moest ik met de trein. Ja, die reis was best wel heavy. Ja, voor de rest heb ik niks. En dat deed hij voor de gein. Oké. Yuri Berends, die zegt, waar staat Sensei in je lijst beste MC? Ja, misschien wel op plek 4, man. Okay. Gewoon achter Sterf. Hij zegt maar misschien wel een gedeelde derde plek, want ik vind Sensei ook echt heel vet. Ja, deze guy zegt bijvoorbeeld, zijn performance tegen Triple was het beste optreden ooit binnen de Nederlandse battle scene. Daar ben ik het niet mee eens. Ja, dat vind ik. De allerbeste optreden vond ik van de Nederlandse battle scene, vond ik namelijk Menes vs Sensei, de finale. Ja, en waarom die? Niet van Sensei, hè? Van Menes. Ja, maar waarom die de beste... Ja, pff, hou op man. Dan had hij echt alles. Freestyle, bars, grappen, schema's, dingen. Kijk, je hebt bepaalde mensen die pakken altijd bepaalde invalshoeken. Ja. Die je altijd al een keer hebt gehoord. Ja. Elke invalshoek wat op Sensei gedropt werd van Menes D, had ik bijna nog nooit eerder gehoord. Je ziet alleen het wegveen van mijn achterlicht. Bel Ike op een naam. Ik lig zo ver voor dat jij nooit in je hele leven zult weten hoe ver je achter ligt. Ex geeft het startschot, je ziet alleen op het wegveden van mijn achterlicht. Race om de aarde heen tot ik achter je zit, trap je neer. De tekenen neem je mee naar wat daar achter ligt. Mee naar waar ik de 7 karkassen van deze Darren Sneggy, Rafa, Lahit, Luan en Santos heen heb gebracht. En ligt Ike in en laat hem weten dat in mijn achter ligt. Laat hem weten dat nummer 8 er ligt. Ja, gewoon echt dingen dat je nooit hebt gehoord. Ja. Dat is wel. Ja, crazy, oh, man. Crazy. Zijn ook heel veel mensen. Ik kan bijna die hele battle quote, hè? Ja, trouwens. Ja man. Dus ja. Mijn favo battle. Okay. Er zijn ook heel veel mensen die zeggen: nou, de beste ooit is bijvoorbeeld Kaaskoes tegen Jason Bourne. Ja, vind ik niet, maar. Moet ik zeggen, dat ik de meeste reviews in het ja, zeker. Als we een top 5 battle gaan maken, staat hij er zeker wel in. Ik vind dat gigantisch, joh, dat hij tegen Jason Bourne van samen lekker kindje maken, die hele skin die hij doet. Ja. Dat van, dat doet hij, Ja, zeker dope. Ik wil het eigenlijk over, we hebben het nu best wel even lang gehad over Punch-Out en wat jij binnen Punch-Out doet. Maar ik wil het ook eigenlijk even hebben over jouw muziek, want je bent natuurlijk zelf ook bezig met je eigen muziek uitbrengen. Ja. Je hebt volgens mij laatst ook een videoclip uitgebracht, toch? Dat is al heel lang geleden. Is het heel lang geleden? Ja. Dat is al voor Punch-Out. Oké. Okay. Ja. Is dat je laatste video op die... Ja, daarna heb ik gewoon wat losse nummers gedropt, maar niet echt een videoclip. Mijn nieuwste video. Ja, weet je, ik heb altijd... in de scene is het heel moeilijk om je contacten te vinden, dus ik doe sinds een korte tijd alles zelf. Okay. Ik neem zelf op, ik mix zelf af, ik maak zelf mijn videoclips. Maar alles kost ook dubbel veel tijd. Ja. Vooral als je het zelf doet. Ja, en ik heb nu al een mannetje gevonden voor mijn clips. Dus hij zegt dat hij binnen een maand af is, dus ik hoop dat hij nu en binnen een maand af is. Okay. En dan gaan we online zien. Okay. En als wij dan een soort van stappenplan of traject zouden zetten voor jouw muziek, wat jij nu van plan bent? Ik ben nu in een half jaar een EP mixtape van 10 nummers ongeveer. Ook allemaal met eigen beats, qua wat ik gekregen heb van beatmakers, dus zij is ook volledig eigen beheer. Dus ja. Hoe moet ik dat eigenlijk zien als ik dan zeg maar kijk naar Mitch als battle rapper? Ja, heel anders. Heel anders. Ja, dus welke publiek zeg maar zou je heel graag willen bereiken? En ja, een beetje. Maar zou je bijvoorbeeld de Ziggo Dome willen leeg of vol spelen? Nee, dat zou man. Nee, of wil je juist in een, weet ik veel, in een carré theater of zo heel graag staan? Nee, ik weet nog niet waar ik ermee zou willen staan. Ik weet wel welke mensen qua fans ik mee zou willen en kunnen bereiken. Een beetje. Je moet het een beetje zien zoals Nino, Fresco en dat. Oké. Okay. Gemixt gewoon. Gewoon teksten die over iets gaan. Oké, dus knowledge rap. Ja, ja.
Ja, ik weet niet wat je van mij kan leren, maar ik probeer ze iets mee te geven. Oké. Wie zijn dan, als je dan kijkt in de muziek, niet per se alleen in Nederland, maar wereldwijd bij wijze van spreken? Ik luister weinig naar Amerikaanse muziek. Oké. Wat luister je vooral wel dan? Ja, Nederlands. Oké. Ja, wat ik op dit moment luister, gewoon wat iedereen luistert, wat makkelijk weg luistert. Dat is best wel jammer, want bij muziek kan je veel meer doen. Maar als ik echt naar mijn eigen muziekstijl luister, dan luister ik toch wel, ook laatste tijd wel naar Seven, want hij doet wel wat de anderen doen, maar hij heeft wel een bepaalde boodschap, gewoon dat hij je zegt wat je wel en niet moet doen, weet je wel. Ja, ook al is het in die hippe flow en zit er een bepaald jasje omheen, het heeft toch wel een bepaalde knowledge. En jij luistert wel graag het liefst naar muziek voor je? Ja, Nino, Fresco, hoe heet die Matty van Menace Day nou ook weer? Ik kom niet op zijn naam. Pervers. Oh ja. Ja, hij maakt ook mooie muziek. Mm-hmm. Ja man, daar eigenlijk. Ja. Oké. Dus binnen nu en een maand kunnen we eigenlijk ongeveer jouw videoclip verwachten. En binnen nu en 6 maanden. Ja. We gaan je er niet op, zeg maar, vastpinnen, dat iemand gewoon precies over dat moet lukken. Maand. Hoeveel is het nu? 22 november. Mensch, waar is je videoclip? Als het goed is, is maar, het er wel. Het komt er dus aan. Ja, zeker. Oké. En dan zegt iemand, heb je nooit last van je keel door al dat geschreeuw? Jawel. Maar ik ben de laatste tijd sowieso heel veel verkouden. En tegen keus, je hoort het niet. Maar had ik ook veel last van mijn keel. Maar ik drink altijd 2-3 dagen voor mijn optreden goed gewoon thee met honing. En dan loopt hij gewoon soepel. Oké, en dan na je optreden weer gewoon op de thee met honing. Want ik oefen ook veel met delivery. Dus soms denk ik wel van oeh. Was hij dan gewoon voor de spiegel gewoon te schreeuwen? Nee. Meestal oefen ik op matties gewoon. En dan op matties die ook echt een kop groter dan mij zijn. Oké, zodat en je die, echt die... En sommige mensen gaan mij ook echt duwen en pocketchecken gewoon, dat ik weet, als iemand dat doet, dat ik ten eerste een reflex teruggeef en ten tweede dat ik daar niet van onder de indruk raak. Mensen pakken mij soms gewoon bij mijn haar en dan ga ik gewoon door. Ja, okay. Gewoon echt, om dat echt te oefenen van... Dus je traint ook echt gewoon op die... Ja, die ja weet je, ik wou toen tegen Poppy, maar hij wou toen niet tegen mij. En dan zou ik ook echt oefenen op iemand die de hele tijd irritant loopt te doen met een fotocamera. Ik zou gewoon zijn fotocamera afpakken of zijn fidget spinner afpakken. Ja, ja, ja. Mij zou je daar niet... En dan zou je in de lucht alles even pakken. Ja, weet je, mij zou je daar niet mee in de war maken. Ja, ik zou daar al lang al van tevoren op geoefend hebben. Oké. Er is iemand, Adam L, die wil nog even teruggaan op waar we het net over hadden. De haat op de battle met Kippie. En zegt, die komt ook veel door de video van Opa Norma. Ja, dat zou kunnen. Ik denk dat hij vooral een boost is geweest voor de views. En dat Kippie ook een boost is geweest voor zijn views. En ik denk eigenlijk dat Opa Norma helemaal niet zo boos op mij is. Hij is meer boos op Kippie. En hij moet hun volk, hè, zo noemt hij het. Is niet mijn mening, want we zijn allemaal gelijk. Moet hij niet voor schut zetten. En omdat ik hem voor schut heb gezet, is hij gewoon heel boos op mij. Dat denk ik. En ik heb niks met hem, ik heb niks tegen hem. Dat maakt me ook niet zoveel uit. En maak lekker nog een video over me. Dan weer meer views. Bij de volgende battle maak ik een video. Zeg. Ja, leuk. En tussen jou en Kippie, zijn jullie dan een soort van weer cool? Of is het cool? Ik heb Kippie gewoon gesproken na de battle. Hij had er ook een heel verhaal dat ik meteen weg was gegaan. Maar zie je nog bij de laatste battle in beeld. Dus ik was niet weggegaan. En hij had gezegd dat ik hem niet had aangesproken. Ik had zelfs nog gevraagd van, hey, gaat het? Was je er wel cool mee? Ja hoor, ik heb gewoon zelf opgefokt. En daarna kwam er eigenlijk veel talk van, ja, ik wil met je in de boxring en dit en dat. En, ja, maar op het event was het gewoon chill. En hij is daarna juist zelf meteen gegaan. Ik heb ook niks met hem, ook niks tegen hem. Oké. Maar zag je die boxring ding wel zitten dan? Ja, zou kunnen. Oké. Ali Alkarki die zegt, wat vind je van Fo? Die mist Fo in jouw... Fo? Ik vind Fo wel goed. Maar hoort zeker niet in mijn top 5. Misschien wel in de top 10 of 9 of zo. Maar zeker niet in de top 5. Iemand zegt, ik dacht dat jij en TSP dikke matties waren. TSP?
Ja, dat is volgens mij niet. Oh ja, oh ja. Ik moet dan helemaal aan wennen altijd. Ik denk, wie is dat ook weer? Dat is een knik waar, ja, 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 waar ook Popjorn volgens mij in zit. En ook Prilek, toch? Ja, ik ga gewoon goed met... Ja, maar je moet dat niet... Kijk, weet je, zoals... Ja, volgens mij nemen mensen die... Dat heel serieus dan hunzelf. Weet je, geloof me, die gasten die snitchen elkaar allemaal onderling. Als je tegen de ene battelt, snitcht de andere allemaal informatie door. Dat is echt niet een klik zoals het op straat is of zo. Als je daar informatie van iemand doorspeelt, word je gewoon in elkaar geslagen en hun lachen daarom. Hun vinden dat grappig, dat is hun kind of humor. Dus ik denk niet dat je dat echt als klik of gang moet zien. Het zijn allemaal gewoon... Ik denk dat het ook uit een grapje is ontstaan. Volgens mij zeggen ze dat ook vaak zelf. Ja, ja, ja. Want een of andere Tibbles had het ooit gezegd in zijn auditie. En toen waren we in één keer TSP, Team Switch Patroon. Het is gewoon een beetje uit een grapje gekomen. Oké. Dus don't take it too serious. Denk het hoor. Sorry als ik het niet goed heb. Wesley van Breuken die zegt: yo Mitch, blijf je na dit eindtoernooi battelen? Dus in het seizoen, in het nieuwe seizoen, wat nu is begonnen? Natuurlijk. Omdat je op Insta had gezegd dat je ging stoppen. Ik heb gezegd een pauze. Nou, dat was ook met Prilek trouwens. Ik had gezegd, maar dat is heel serieus genomen. Was ook gewoon een grapje bedoeld. Ik had gezegd, als Prilek hoger dan mij staat, dan kan ik net zo goed stoppen. Oké. Okay, dat is toen heel... Toen dacht iedereen van, oh ja, laat het stoppen. Ja, ja. Wat is dat voor kinderachtige zooi? Toen ging ik er, want toen gingen mensen ook mijn moeder uitschelden. Toen ben ik gewoon wat serieus op ingegaan. Maar ja, dat was gewoon een uit de hand gelopen opmerking. Ik zal het niet meer zeggen, het lag heel gevoelig bij mensen, merkte ik ook. Ja, want ik ga nog iemand anders battelen, wat ik net al per ongeluk gezegd heb. Ja. Ik ga niet nog een keer zeggen. Moest je maar vanaf het begin kijken. Kijken. Oké. Zondag 29 november is eigenlijk... sneller dan je denkt, man. Pff, volgende week. Ja. Volgende week zondag. Zeven dagen. Oktober. Ik zei november volgens mij. Oh, echt? Ja. Volgende week zondag 29 oktober is de finale. Of de halve finale event. Wat verwacht je van dat event? Er zijn naast dan de finales nog wat extra battles. Ja. Laatst is de flyer online gekomen, dus heb ik een beetje... Ik weet wie precies wie bed had. Ja, nee, ik vind het wel gewoon een leuke card, een leuke undercard. Ja, de finales, dat zijn gewoon vanaf... Het is gewoon mijn mening, gewoon een classic. Alle zijn, twee. Zijn er echt battles waarvan je nu al denkt van zo, hier kijk ik echt. Ja, sowieso met Nick Veen vs Jeeves. Ja, sowieso. Mijn eigen battle. En ik heb sowieso, dat zullen heel veel mensen niet zeggen, ik ben best wel een grote fan van Solomon. Okay. Ik vind het gewoon heel grappig hoe hij dat doet en hoe hij daar staat, dus daar heb ik gewoon zin in. Ik ben benieuwd naar Wenna, want ik werd altijd de witte Wenna genoemd in het begin. Ik ben er wel gewoon benieuwd naar. En ik denk dat heel veel leuke dingen. Er komt New Guy Diversity, is zijn eerste battle. Mm-hmm. Die gaat volgens mij tegen iemand waar ik nu de naam niet van weet. Sorry, no disrespect. Maar daar ben ik heel erg benieuwd naar, want ik vond hem heel top. Hij kwam heel goed binnen. Gewoon een hele strakke ronde had hij, dus daar ben ik gewoon echt benieuwd naar. Ik ben benieuwd naar wat Kama gaat doen. Ja, Kama is ook een tijdje... Hij is een tijdje weg geweest. Dus ja, die gaat nu ook beginnen, dus... Ik neem aan dat hij terugkomt met hele dope dingen, dus daar ben ik gewoon benieuwd naar. Oké. Er is laatst dan ook weer een nieuwe auditieronde geweest, dus er is weer een soort van nieuwe lichting. Nieuw vlees. Nieuw vers vlees, om het maar zo te zeggen. Ja. Is dat ook hoe je het voelt, zeg maar? Of heb je wel zoiets dat je een paar mensen zag dat je dacht, oeh, misschien moet ik voor deze een beetje oppassen? Nou, sorry, je hoeft voor niemand op te passen. Nou, ja. Ik zeg niet dat ik van jullie win, hè. Dat zeg ik niet, maar ik battle iedereen die aan mij gegeven wordt, dus of ik nou win of verlies. Okay. Verliezen ga je toch wel, dat moet je gewoon accepteren. Er is altijd wel iemand die iets weet over je of die kan het leuk neerzetten waardoor je misschien niet zo origineel bent te zijn. Maar nee hoor, laat maar komen. Oké. Iemand zegt, Mitch, we hadden ooit een discussie op Instagram, vind je mijn lach echt arrogant? Lach? Is dat hyena? Dat is, we hebben dus zeg maar bij Punch-Out Battle... we hebben niet alleen een discussie gehad op Instagram, ook op het event. Dat ik gewoon echt een keer tegen hem heb gezegd van prima dat je de hele dag lacht. Maar ik zeg tegen hem, in mijn battle, hou jij gewoon je mond dicht. Want ik wil niet afgeleid worden door jouw gelach. Voor iedereen die misschien eventjes niet weet waar het over gaat, dat zijn alle circles die nooit naar het live event komen, dan... Die kennen die circles. De mission, de inside info, zeg maar. Er is bij Punch Up Battles gewoon een standaard guy die gewoon komt en lacht. Een tijdje bij elke battle hoor je zo'n...
Hij is wel geminderd. Hij is wel geminderd daarmee. Daar heb ik hem ook als compliment over gegeven. Maar in de tijd dat hij echt zo extreem gewoon ging lachen, dat weet hij ook, heb ik ook in zijn gezicht gezegd. Dat was echt irritant. Ja. Moet je gewoon niet doen. Ja, volgens mij werden mensen ook echt, na een tijdje echt boos gewoon. Luc Brano was ook boos. Maar hij was een tijdje even bekend als Metal. Iedereen zat in de comments en daar is hij weer. Gewoon een tijd erbij gewoon. Net zoals Frans. Zijn knikken is bekender dan wat hij doet. Oké. Denk ik. Iemand zegt Ramsey versus Rams, die wordt onderschat. Ja, dat denk ik wel, ja. Ik denk sowieso wel dat Ramsey hem echt 3-0 gaat slopen. Ja. Ja, dat denk ik wel. En is dat omdat Ramsey zo goed is, of omdat Ramsey minder? Alle twee. Ik vind Ramsey, ik ben helemaal niet gecharmeerd van Ramsey. En daar kan hij helemaal, denk ik, niks aan doen. Alleen, ja, weet je, hij heeft altijd zijn capuchon heel strak. Hij praat op een accent die ik persoonlijk niet bij zijn kleur vind passen. Okay. Hij praat een beetje zo en het matcht gewoon niet. En is hij ook nog dun en niet lang en staat hij ook, probeert hij heel zeker te staan, maar staat hij naar mijn mening, niet zo zeker en het matcht gewoon niet. En, hij is nog niet dat wat hij is, wat hij kan zijn, zeg maar. En ik vind Ramsey, ja, tof. Dan kunnen mensen ook zeggen, ja, alleen maar omdat je van hem verloren hebt. Maar nee, ik vind Ramsey gewoon goed. En ik denk dat Ramsey er echt wel met twee benen gestrekt in gaat. En echt wel gaat winnen. 3-0. Oké, spannend. Wat vond jij van de Don Tata zo vaak Prilek aanraken? Ja, dat kan je al echt niet bij mij doen. Maar weet je, dat is ook gewoon Disaster nadoen hoor. Ook precies die 3 keer op zijn borstkast, weet je wel. Ja, dat deed Disaster ook in een battle. Schoon naapen. Van andere mensen. En ja, sowieso, je moet met je takken van iemand afblijven. Hij heeft ook meerdere keren aangeraakt. Kijk, Prilek is... Maar toch zei je er net dat je wel erop traint dat iemand... Ja, ik train daarop. Bij mij moet je dat niet doen, want je gaat 2 stappen naar achteren. maar ja, ik vind het ook... Don Tata is een stuk groter als Prilek. Prilek is een heel uw mannetje, no disrespect. Maar hij heeft gewoon niet zo'n grove... bouw. Ik ben al langer, al wat vatsiger dan Prilek. Zoals bij mij zou je dat nooit kunnen doen. En dan ga je dat bij Prilek doen. Wat bewijs je daarmee? Eigenlijk gewoon de zwakte van jouw tekst. Je moet alles erbij halen om je tekst te compenseren. Ja. Want ja, nu denk jij, ik ben een stoere jongen dan in die battle. Maar eigenlijk ben je gewoon een zwakkeling die gewoon niet tegen Prilek op kan boksen. Ja. Maar vind je dan zeg maar dat je in een battle eigenlijk nooit je tegenstander mag aan? Want ik heb mits het wel... van tevoren is afgesproken. Okay. Want je ziet wel, wat ik bijvoorbeeld soms zie in battles, is dat iemand bijvoorbeeld een lijn heeft over, weet ik veel, dat iemand broke is. Of dan doe je het. En dat hij dan is. Ja, of zoiets, zulke dingen. Weet je, dat soms is het wel een soort van extra versterking van je bijvoorbeeld. Ik heb ook een aantal tegenstanders gezegd, die hebben gezegd, je mag in mijn gezicht schreeuwen, maakt me allemaal niet uit. Maar je moet me niet aanraken. Maar dan doe ik dat gewoon niet. Ja, Maar ja, weet je, hebt ook van die mensen die zeggen van, nou, als jij me aanraakt, dan sla ik je. Ja, dan doe ik het wel. Want dan lok je het zelf uit. Dan wil ik jou heel graag aanraken in die battle. Maar ja, weet je, Prilek een beetje aanraken. Ik denk niet dat het een boost is in je performance. Ik denk dat je dat gewoon niet moet doen. Oké, duidelijk. Hudaiva die vraagt, wat is de hardste lijn die ooit is gedropt volgens jou? Ja, er zijn zoveel lijns gedropt. Dit weet ik niet, dan moet ik echt. Dan moet ik echt mijn favoriete battle gaan kijken en er daar eentje uit gaan zoeken. Dat ga ik je nu niet kunnen zeggen. En dat is dan Sensei tegen. Daar één lijn van. Als ik die battle zou moeten, dan denk ik wel dat het die lijn is van inderdaad van Bel Eik. Die zegt dat. Ja, die zat zo ziek in elkaar. Die was beledigend, technisch, gedeliverd. Alles erop en eraan, dat zou misschien die zijn. Of ik vond ook die ene, die giraffenlijnen van je lijkt of je moeder een giraf hebt verkracht. Een struisvogelig soortje in verwachting ben gebracht. het is één van die twee. Oké. Adam L. die zegt, heb je die battle van Disaster tegen Oxy gezien en wat vond je ervan? Ik kijk weinig buitenlandse battles. Kijk je geen? Nou wel, anders zou ik dat niet weten van die vinger. Ja. Maar ja... Als ik me goed herinner, vond ik dat gewoon een dope battle. Ja, die zesde die is wel vaker van het aanraken, weet je wel. Ja, die zesde is sowieso van het aanraken. Hij maakt er gewoon een disaster van, weet je wel. Maar bij hem vind je het dan toch wel weer een soort van tof? Ik weet niet. Net zoals, als ik nou met Chalamangse lines kom, dan is dat niet dope.
Maar als Chalamang dat doet, dan is dat tof. Dan past het bij. Ja, dan kan je dat hebben en... Ja, bij Disaster... Kijk, ik hou echt niet van aanraken. Je moet ook echt niet proberen. Ja, bij Disaster, je weet het ook een soort van. Je hebt ook een of andere rapper uit Amerika, ik weet niet even zijn naam niet, die heb op het podium gepoept. Dat vind ik veel erger. Ja, ik weet even zijn naam niet, maar je kan... Huh? Daylight. Daylight. Je hebt gewoon op het podium gepoept. Dat kan ik ook niet doen. Dat kan alleen hij doen. Dat wil ik ook niet doen. Dus... Ja, weet je... Ja. Maar aan de andere kant, er zijn geen grenzen volgens jou ook, toch? Ja, alleen aanraken. Ja, hij is de enige die van mij maakt. Wat zou je doen als iemand gewoon echt? Op het podium zou poepen gewoon tegenover je? Wow! Op het podium zou poepen! Giant, laat dat! Laat dat! Ik denk dat ik wegloop. Wow. Ik denk dat ik wegloop en pas terugkom als mijn ronde is. Dat is opgeruimd. Ja. Oké, okay, gek huis. Ja. Maar zie je jezelf dan ook niet dan bijvoorbeeld niet poepen op het podium, maar je ziet bijvoorbeeld dat mensen wel heel vaak bijvoorbeeld props meenemen of zichzelf verkleden, dat gebeurt heel vaak bijvoorbeeld. Wat Terry deed met zijn broek omlaag tegen Stef. Ja, bijvoorbeeld. Met die neppiemond, dat zou ik nooit doen. Nee? Nee, dat gaat echt zo ver. Maar ja, je mag het wel doen, maar ik ga het niet doen. Nee, dat gaat niet te ver voor mij. Zo gek ben ik nog niet. Zeg maar, gewoon een persoonlijk boerderij, maar zo gek ben ik niet. Wat vind je eigenlijk van het gebruik van attributen? Ja, als het aanslaat, en soms dan denk je ook iets gaat aanslaan. Ja. En dan slaat het niet aan, dan is het kut. Ja. Vooral als je verwacht... Maar als je helemaal bij naartoe bent gekomen met een trui in je zak of zo. Nee. Ja, en dan wordt het helemaal niks. Ja. Het kan je ronde maken, maar het kan ook je ronde breken. Ja. Dat is... Het gevaarlijke eraan. Want je moet tegen Giant en hij heeft wel wat successen gepakt met een prop. Bijvoorbeeld die plank. Ja, dat was wel toch een van de best gebruikte props. Maar hij had ook eentje met een boot, die sloeg niet aan. Ja, dat is waar. Die sloeg minder aan. Ja. Maar ja, met die planken, weet je, dat is tof. Dat is leuk. Maar denk je dat hij iets gaat meenemen voor jou? Het zou leuk zijn. Misschien heeft hij al een potje ontpuistingscreme mee of zo. Ja, je weet het niet. Het kan van alles zijn. Neemt hij briefjes mee waarop ADHD staat. En je weet niet met Giant. Ja, ja. Hij kan al die kanten op. Daarom is Giant ook wel een toffe tegenstander. Als je zeg maar 3 rondes, als je die zou moeten indelen, wat wordt het dan? Wordt het een 3-0, wordt het een 2-1? 2-1 voor mij. Ja? Ja, denk het wel. En dan de eerste. Ik zeg het nooit van tevoren, hè. Ik heb er ook een hekel aan. Maar ik denk 2-1 voor mij. En anders 2-1 voor Giant. Ik denk niet dat hij met 3-0 sloopt, zowel als je po. Want dan heb je hele heftige rondes. Oké. Iemand zegt, mijn beste lijn is die Master Splinter lijn in die battle. Oh ja, dat zou wel kunnen. Oh ja, ik weet al. Op Vogel gebaseerd. Ja. Van, je noemt jezelf Sensei. Oh nee, dat is dan dat ik Ninja Turtles keek en dacht... Master Splinter is een Sensei. Sensei is alleen een rat. Die was keihard. Ja, misschien, dat zou ook zomaar kunnen. Ja, er zitten zoveel dope bars in die finale, maar hou op. Ook van Sensei's kant trouwens. Ja. Dat vind ik een goede vraag. Serkan, die zegt, waarom zouden mensen naar je battle moeten kijken? Wat maakt jou anders dan anderen? Ja, wat maakt me anders dan anderen? Het feit dat je schreeuwt. Dat doen we zoveel. Ja. Noem jij maar een andere battle rapper op die op een surf moet draaien, want dat maakt mij anders. Ja, ik weet niet wat mij anders maakt. Ik doe gewoon mijn eigen gewoon. Weet je? Ik probeer niet iemand te zijn die er al is. Ik probeer een beetje mijn eigen categorie te zijn met een aantal battle rap aspecten wat je nodig hebt. Je moet iemand beledigen, je moet iemand pijn doen. Je moet zorgen dat je er zelfverzekerd staat. En dat dan op mijn eigen manier. Okay. En als je dan kijkt in de mensen die er nu zijn, die je nog niet hebt gehad. Zijn er nog mensen waar je echt denkt van zo, jou wil ik echt nog graag. Bettelen, ja. No homo. Zat. Zoals net ook die nieuwe Jensel Crocker. Zou ik wel willen battelen in de toekomst. Weet je, we gaan binnenkort ook 2v2 toernooi. Ga ik ook weer met Nick Veen meedoen. Dus daar zullen ook een aantal nog een dope battles uit. Ik wil zoveel mensen op battelen. Ik vind zoveel mensen dope. Zoals de Zwollenaar laatst stond te battelen tegen die jongen. Dacht ik ook van, hé,
vind ik ook keidoop. Dat zou je ook wel tegen mij mogen doen. En dan zou je ook gewoon origineel komen. Dus ja, hij heeft me daar ook gekallen houden. Dus dat zou sommigen kunnen in de toekomst. Maar wat heb je eigenlijk liever op het moment dat je tegen iemand battelt en jij komt keihard en je bent diegene helemaal aan het slachten, bij wijze van spreken? Dat vind ik het lekkerste. 3-0? Of heb je zoiets van, je wint, maar het is vuur tegen vuur. Nee, joh, dat hoeft helemaal iedereen niet. Iedereen komt keihard. Nee, vergeet maar lekker je tekst, voel me lekker zenuwachtig van, ja hoor, dat vind ik helemaal mooi, dat vind ik leuker. Oké, dus je vindt het lauwer dat jij gewoon een 3-0 doet? Mijn mooiste battle vind ik Kippie, niet eens omdat ik geweldig goed ben, maar gewoon omdat hij allemaal de stress schiet van mij. Toch om te zien. Ja, het is gewoon lauw om te zien dat jij iets kan doen tegen iemand, aan iemand. Okay. Iemand zegt, ik vond de lijn van Insano tegen Steph het hardst. Je accent is platter dan je tata meid. Ja, Marjolein, zoals een hij. Nee, ben ik totaal niet mee. Hij zegt, MD3 slow it downs. Ja, dat is met dat magazijn. Ja. Weet je hoe vaak dat al gedaan is? Magazijn. En ja, zo mag er zijn. Weet je hoe vaak dat al is gedaan? Een lading in de face. Dat is al zo vaak gedaan, maar op een andere manier. Ik vind het helemaal niet zo tof, maar ja, dat is in mijn ding. Oké. Paultje die zegt, zou je een keer willen battelen tegen Kama? Ja, is al gebeurd. Ja. Freestyle. Volgens mij hebben jullie nooit... Daar heb je het niet waar weten te maken. Ja. En hij gaat nu... Hij was ooit te goed voor mij. En nu gaat hij tegen een beginner die een 5 kreeg. En dat zegt al genoeg. Ja, dat zegt al genoeg. En kijk waar ik nu sta en kijk waar hij nu staat. Ik wou ooit tegen Kamer battelen om gewoon te bewijzen. En nu voelt dat niet meer zo. Als ik nu van hem win... Is dat betekent dat net zoveel als ik van een Kippie win. No disrespect. Maar heb je dan zo het gevoel van ik heb misschien meer te verliezen? Dat nee, maar het is gewoon helemaal niet meer interessant. Kijk, wij zaten toen echt in een vibe. Elke battle om elkaar uithalen. Ik heb gezegd dat zijn kinderen Mongolen zijn. Hij wou niet. Ik heb dit gezegd. Het publiek ging helemaal los. Weet je, hij wou niet. En nu... Alles is bijgepraat. Alle frustraties zijn uit de wereld. Dus het heeft nu geen meerwaarde meer voor mij. Kom ik hem tegen volgend jaar in de laatste 16, dan battle ik hem en dan haal ik alle registers eruit. Maar op dit moment heeft het helemaal geen meerwaarde. Als ik die battle verlies, ook prima. Ik wil me weinig interesseren. Als ik niet zou willen verliezen, dan had ik ook niet tegen eerste coach gegaan. True that. Maar vond je dan van tevoren van, wist je gewoon zeker dat je ging verliezen tussen de eerste keer? Ging je echt zo die battle in? Ja, ik heb het zelf nog geappt naar eerste keer, dus gefeliciteerd met je win. Gewoon voordat de battle plaatsvond. Toen ik hoorde dat ik keus kreeg zelf. Ik heb nog niks geschreven. En hij ook nog niet. Soms weet je dat gewoon. Keus en ik wonen bijna naast elkaar. Ja. En dan ben je eigenlijk, ik wil niet zeggen dat je fan bent van Keus, maar je vindt hem een van de... Ik ben fan van Keus. Nou, laten we dan gewoon zeggen, je bent fan van Keus. En dan hoor je eigenlijk dat je nu in plaats van Keus doorgaat. Ik heb sorry gezegd, wat niet eens mijn schuld is. Oh, maar hey, sorry man bro, ik heb nu jouw plek. Nee man, ik support jou, niet sorry zeggen, ik sta helemaal achter jou. Ik kom ook gewoon kijken waarschijnlijk bij het event. Ik ga ook gewoon achter jou staan, jou supporten. Dus nee man, Keus en ik zijn gewoon cool daarmee. Ja. Maar had je, heb je dan wel het gevoel van ik wil me wel nog soort van meten met bijvoorbeeld een Stef of bijvoorbeeld iemand die je eigenlijk, als je door was gegaan, stel jij was doorgegaan in plaats van Keus, dan zou je nu tegen Stef staan. Ja, dat heb ik wel gewild. Ja, weet je wat het is? Ik zeg ook niet dat ik win hè, van Stef, maar ik vind gewoon dat je iedereen moet battelen die je op je bord krijgt. Kijk, weet je... Het is ook zo, op dit moment heb je een bepaalde top in Punch-Out. Ja. En de onderkaart. Wat altijd midden staat. Ik durf te wedden, dat is weer een hele rare uitspraak, maar ik durf te wedden dat ik het van 80% win. Oké, okay, wow. En van 20% verlies ik het en in die 20% zit Keus, Stef, misschien in Jeeves. Echt wat nu... Als maar zit jij hem dan in die 80%? Ja. Maar ja, ik denk dat, ja weet je, dat is heel lastig, want Giant, dat is maar net hoe valt de bal. En ik denk sowieso als we alle twee maanden hadden, was het weer een hele andere battle geweest dan het nu is. Ja. En ik denk op het moment hoe het nu is, is het voordeliger voor mij. Omdat ik van mezelf weet, dat ik heel gedreven ben. Okay. Ik denk dat ik nu meer kans maak
Wanneer niet twee maanden. Dus ga ik van Giant winnen, ja. Oké, dus volgende week zondag, 1 uur, begint in plan C Punch-Out-Battle. Ja. Waarom zouden mensen echt moeten komen? Ja, het wordt gewoon een classic battle. En het wordt gewoon een classic dag, de sfeer is sowieso tof. Ja, dat gewoon man. Je moet er zijn geweest om te weten wat het is, weet je wel. Je kan het moeilijk uitleggen. Je moet gewoon ooit een keer bij een live event. Ja, ik stond zelf ook eerst in het publiek voordat ik battelde. Okay. Daardoor had ik er ook alleen maar zin in eigenlijk. Dat heeft je die hype gegeven. Ja, van hé, dat wil ik ook man. Dat is keihard. We zagen bijvoorbeeld ook Noozy sinds klein of zo. Ja, maar ik was niet zo jong, maar. Oké. Okay. Dus eigenlijk is wat jij zegt van 2-1 voor jou tegen Giant, is wat jij verwacht dat het gaat zijn. Wat ik verwacht maar, dus. Het ligt een beetje aan hoe de bal gaat vallen eigenlijk. Ja. Het kan ook 2-1 voor hem, maar ik weet niet hoe hard hij werkt. Dat is het, weet je wel. Je hoort niks van elkaar. Je hoort alleen maar, hé, veel succes met je battle. Ja, en we maken wat moois van. Heb je veel kunnen vinden? Daar ga ik ook weer niks over zeggen. Je kan me dit niet vragen, man, bro. Ik kan het proberen. Okay. In ieder geval, Mitch, we zijn denk ik een beetje door de vragen heen. Ik vind het wel mooi geweest. Ja man, bedankt voor je tijd. Bedankt voor iedereen die heeft meegekeken en allemaal vragen heeft ingezonden. Volgende week zondag, live event vanaf 1 uur plan C met onder andere Mitch tegen Giant. Ik hoop nog je kaartjes wees erbij man. Thanks, man. Kom checken. Yo. Mag ik opstaan? Jij mag opstaan. Ik moet plassen! Ik had het handen voor je! Ik wil gewoon. Waar is die wc? Hier zo. Ik heb het wel.